Zo, daar zijn we weer. Ik heb net toer 19 afgerond om jullie even te laten zien. Ik ben dus geëindigd met een vaste in het veetje van de veewaaitje van de vorige steek. Twee lossen. Eén stokje in de ene laatste en twee stokjes in de laatste. Als je niet wil meerdere, hier één stokje doen en dat is alles. Goed, gaan we verder met toer 20. Haak één lossen en werk draaien. Nu gaan we beginnen. Haak drie stokjes. Is er niemand online vandaag? Ik zie niemand meekijken. Haak drie stokjes. Hier, daar en daar een stokje. Ah, daar is de eerste en de tweede. Hallo. Goed, gaan we. Dat is het eerste stokje. Dan boven het volgende stokje het tweede stokje. En het stokje daarnaast het derde stokje. Staat nu haak twee stokjes in de losse ruimte. Dit is je losse ruimtes. Dus daar maken we twee stokjes. 1 en nummer 2. Haak één stokje. Dat is hier op de vaste van de vorige toer. Dat is deze hier. Daar haak je één stokje. Even draad pakken. Zo. Haak twee stokjes in de losse ruimte van de vorige toer. Dat is hier. Dus twee stokjes. 1 en 2. Haak één stokje bovenop het stokje van de voorgaande toer 19. Ik zal hem één keer met jullie halen, want dit is eigenlijk hetgeen wat jullie herhalen door de hele toer heen. Dus twee stokjes in de ruimte waar je twee lossen hebt gemaakt. Eén stokje op de ruimte waar je de vaste hebt gemaakt, de steek. Twee lossen in de ruimte waar je twee stokjes in de ruimte waar je twee lossen hebt gehaakt. En weer een stokje bovenop het stokje van de vorige toer. Zo gaat het dus. In deze toer minderen we dus niet. Dat hebben we in de voorgaande toer wel gedaan. Als je dus niet wil dat er meer getailleerd wordt, laat je deze hier weg. Dus haal je alleen maar twee stokjes. Ik heb hier drie, want ik ga wel meerderen. Toer 20 is dus zonder meerdering overal een stokje plaatsen waar een stokje mogelijk is. Dus 2 in de losse ruimte, 1 bovenop de vaste, 2 in de losse ruimte, 1 bovenop het stokje. Dit herhaal je door de hele toer heen tot het einde. En de laatste, op de laatste zijn eigenlijk 3, hè, want je hebt hier 2 stokjes gemaakt in de laatste steek. 1 hierop, 1 daarop en weer even je werk iets draaien en daar zie je het veetje. En daar maak je het laatste stokje. En dan heb je toer nummer 20 klaar. Jullie zien dat mijn werk niet bobbelt. Zorg jullie er ook voor dat het niet bobbelt. Dat bepaal je al in toer 15. Ik heb meerdere mensen een kort antwoord gegeven in de foto's die voorbij kwamen. Waarvan ik had gedacht van zo, die bobbelt wat te veel. Daar heb ik ook een reactie op geplaatst. Dus let goed op dat in toer 15, je basistoer, waar je de halve stokjes maakt, dat je niet te veel maakt. Het mag dus best wat naar elkaar toe trekken, zoals ik ook in de uitleg heb gegeven van toer 15. Maar het mag niet gaan wijd worden. Dus in de toer daar waar je de 5 stokjes maakt in één veetje, dus meen ik toer 17. Als het daar gaat bobbelen, uithalen en dan heb je in die toer te veel halve stokjes gemaakt in toer 15. Goed, ik hoop dat dit zo voldoende uitleg is. Ik ga deze toer nummer 20 afmaken en dan zien jullie mij zo terug met toer 21. Alvast heel veel succes!